Hoe is sekstoerisme in Cambodja te bestrijden? Dit is Uitgelicht. Relatief veel Nederlanders worden in Cambodja opgepakt wegens kindersekstoerisme. Straks een gesprek over deze problematiek met Ruben Vlot van International Justice Mission. Maar eerst de Oostvaardersplassen. De rechter heeft vanmorgen besloten dat 1800 edelherten in dat natuurgebied afgeschoten mogen worden. Door overbevolking komen de herten in de winter in de problemen omdat er te weinig voedsel is. Aan de telefoon Embert Messelink, directeur van de christelijke natuurorganisatie Arroga. Goedenavond. Was dit de enige mogelijkheid dat deze herten afgeschoten zouden worden? Nou, niet de enige mogelijkheid. Ik denk wel de meest verstandige optie. Het is goed dat de rechter dit nu heeft uitgesproken. Ja, waarom is dat goed? Waarom is het zo belangrijk dat er... Want het zijn er ook ontzettend veel, hè? 1800. Waarom zijn het er zoveel? Het zijn er erg veel. Het is een vruchtbaar gebied. En die herten planten zich heel snel voort. Het is een gebied waar in het verleden... kleine aantallen dieren zijn uitgezet. Herten, maar ook grote runderen en paarden, koningpaarden. En die hebben zich heel snel vermeerderd. Maar het gebied heeft wel zijn beperkingen. Dus daar lopen nu vaak duizenden dieren rond. En wat ooit een prachtig natuurgebied is, dat is het overigens deels nog steeds. Maar is het ook wel geworden tot een kaalgevreten vlakte waar weinig meer te vinden is. Ik denk... Dat valt in ieder geval niet onder mijn noemer van een mooi natuurgebied. Ik denk dat het goed is dat we daar nu zelf ingrijpen. Dat hebben de beheerders nooit willen doen. Die wilden hier natuur op eigen benen realiseren. Ja. Nou, ik denk dat we de afgelopen jaren hebben gezien dat dat op deze manier niet echt haalbaar is. Ja, wat gebeurt er op het moment dat, dat dit dus niet gebeurt en we laten de natuur zijn gang gaan, naast dus dat de vlaktes inderdaad kaal gevreten worden? Ja. Nou, en dat laatste is wel een ernstige. Vroeger was er een parkachtig landschap met hier en daar bossages en dan weer wat weiden. Daar broeden allerlei soorten broedvogels, ook zeldzame vogels, die waaraan gehecht wordt. Waar Staatsbosbeheer ook bepaalde doelstellingen voor heeft om dat in stand te houden. Eigenlijk is dat allemaal verdwenen doordat die kuddes hun gang zijn gegaan. Alles is kaal geworden, de broedvogels zijn deels ook verdwenen. En je moet je dus afvragen, is dit een natuurgebied zoals we het willen hebben? Of mogen we daar als mens zelf ook betrokken bij zijn? Mogen we sturen? Mogen we die kuddes beperkter houden door afschot? Met als gevolg dat er waarschijnlijk een veel gevarieerder natuurgebied zal ontstaan, wat voor veel meer soorten aantrekkelijk is. Ja. Er is vorig jaar flink geprotesteerd tegen het afschieten van deze herten. Veel dieren zijn toch ook illegaal bijgevoerd. Verwacht u dat het dit jaar ook nog gaat gebeuren, deze protesten? Ja, ik vrees dat de tegenstellingen die zijn eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar verscherpt. Je ziet dat vroeger mensen protesteerden, actievoerders, tegen het doodgaan van de dieren. Die werden toen in een heel laat stadium ook wel met een schot uit hun lijden verlost. Nu protesteren diezelfde actievoerders ook tegen het afschot preventief om de kudde kleiner te houden. Zij hebben het liefst dat ze gevangen worden of naar andere natuurgebieden worden verplaatst. Ja, dat is bij die herten niet haalbaar. Er zal afgeschoten moeten worden. Maar de tegenstellingen hier omheen, die zie ik zo gauw niet verdwijnen. Die worden alleen maar scherper. Ja. Wat moet er in de toekomst gebeuren met dit natuurgebied volgens u? Ik zou het mooi vinden als het een natuurgebied blijft waar de natuur zelf heel veel bepaalt, maar waar wij als mensen wel aanwezig zijn om te sturen waar het nodig is. Ja. Je leest nu op de website van Staatsbosbeheer, dit is echt natuur op eigen benen. Ik zou zeggen ja, maar waar nodig is de mens ook betrokken en creëert de mens ook mooie natuur om het zo gevarieerd mogelijk te maken, zo aantrekkelijk mogelijk voor zoveel mogelijk soorten. Ja. Dank voor uw toelichting, Embert Messelink van Arroga Nederland. Nederlanders staan in de top 3 als het gaat om het aantal gearresteerde kindersekstoeristen in Cambodja. Dat blijkt uit onderzoek van de organisatie Terre des Hommes. In de studio Ruben Vlot van International Justice Mission, een organisatie die kinderen probeert te redden uit de slavernij. En dat doen ze al sinds 2000 in Cambodja. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Hoe komt het dat Nederland in die top 3 staat? Waarom is dat? Eerlijk gezegd, ik heb geen idee. Ik weet niet waarom er überhaupt een top 3 is. Waarom we als het gaat over kindersekstoerisme, überhaupt verschillende lijstjes zouden moeten maken. Dat er überhaupt lijstjes zijn. Dat zeg maar voorop gezegd. Als je iets langer doordenkt. Je hebt
geld nodig om er te komen. Je moet een ticket kopen, je moet een hotel kopen of een hotelkamer huren en zo. Dus je komt, en dat zie je in al die verschillende cijfers, dan kom je al snel uit bij de wat rijkere westerse landen die dit soort dingen doen. Ja, ja. Is dat ook hetgene wat misschien verklaart dat er veel mensen vanuit de VS komen die naar Cambodja komen hiervoor? Ja, dat denk ik. Ja. 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 Het is, is er nog een andere reden? Want het speelt natuurlijk ook in de omringende landen van Cambodja. Wat maakt dat mensen dan, of in ieder geval Nederlanders, dan kiezen voor Cambodja? Ik weet het. Eerlijk gezegd, ik weet het echt niet. En dat komt, en dat klinkt misschien een beetje flauw, maar waar ik ook mee begon. Omdat ik kan me het zo niet voorstellen wat iemand zou bewegen om überhaupt dit te doen. Kijk, ik kan natuurlijk een aantal uiterlijke dingen doen. Het is goedkoop om er te leven. Je komt er misschien makkelijk mee weg. Dat soort dingen. Maar wat beweegt iemand om als... dat is het hele woord wat je nu vandaag in alle kranten en allebei berichten. Kindersekstoerisme. Ja. Ik vind het heel vervelend om het te zeggen. Maar ik wil het woord wel spellen, zeg maar. Het zijn toeristen die voor hun lol, voor hun ontspanning, recreatief naar een ander land gaan om daar seks te hebben met kinderen. Wat hen daartoe drijft, wat hen daartoe beweegt, ik heb geen idee. En waarom ik het zeg maar zo aanvlieg, is dat ik ook denk dat al die randvoorwaarden die we misschien allemaal wel kunnen opnoemen nu, dat is natuurlijk niet de echte oorzaak waarom dit gebeurt. Nee. Hoe komen deze kinderen in deze industrie terecht? Ja, dat is omdat er een andere groep mensen is. Die zijn ouder, die zijn sterker. Dat zijn vaak hun eigen ouders of dat zijn in ieder geval volwassenen die om hun heen staan. Die misbruik maakt van deze hele kwetsbare groep om daar geld aan te verdienen. Om ze uit te buiten. Dus er zijn heel veel verschillende factoren die mee kunnen spelen. Armoede zou er daar eentje van kunnen zijn. Het geld verdienen, wat andere mensen eraan kunnen doen, speelt heel erg mee. Dus dat verschilt een klein beetje per regio. Want ik zeg bijvoorbeeld nu... armoede zou mee kunnen spelen. Hè? En dat hebben we allemaal wel een beeld bij hoe dat dan precies werkt. Terwijl, en dan gaat het niet over Cambodja, maar ik weet, een collega van mij was pas in de Filipijnen, waar we soortgelijke verhalen hebben. Ja, want daar speelt hetzelfde probleem. Daar speelt hetzelfde, hè? Dus in die regio. En daar werd iemand bijvoorbeeld heel erg boos toen hij zei van armoede het probleem. Armoede, ik ken heel veel arme mensen die dit nooit zouden doen bij kinderen. Dus een enorme belediging voor al die arme mensen die nooit tot dit zouden komen. Maar hoe komt het dan dat zij, want je zegt vanuit de armoede, wat zijn dan nog meer redenen dat ze daarin terechtkomen? Is dat een soort machteloosheid ook? Vanuit het perspectief van de kinderen wel. Ja. Dat is natuurlijk een vorm van machteloosheid. En dat is ook niet een keuze die zij maken, maar dat is een keuze die iemand anders maakt. En die hen daartoe dwingt. Die ander, die wordt er beter van. In dit geval, die verdient gewoon geld aan. Ja. En dat gaat ten koste van die kwetsbare kinderen. Ja. Ja, dus vanuit hun oogpunt zeker heeft het te maken met machteloosheid. Ja. Ja, u zei net al, als we kijken naar redenen dat mensen misschien uiteindelijk in Cambodja terechtkomen, kan ook zijn dat ze er makkelijk mee wegkomen. Hoe zit dat in Cambodja? Wordt hierop gecontroleerd? Wordt hier door de autoriteiten iets mee gedaan? Ja. Ja, ik zou vandaag wel ook echt een lans willen breken voor Cambodja. Ondanks dat ze nu in de berichtgeving, zeg maar, het lijkt alsof ze het heel erg slecht doen. Cambodja komt echt van heel erg ver. Als je kijkt naar 10 jaar geleden, er zijn ook documentaires over, die kun je nog terugvinden overal. 10 jaar geleden liep jij in grote steden in Cambodja op straat. En dan zag je openlijk dat kinderen van 6 jaar aangeboden werden voor seks. Mm-hmm. Niet in het geheim, niet in het geniep, openlijk. Politie deed niks. Het was niet op de radar van de overheid. Als slachtoffers al werden bevrijd, wat dus eigenlijk niet gebeurde, dan was er niks. Er waren geen nazorghuizen. Het was één groot drama. En op alle forums, want dit soort misbruikers hebben forums waar ze met elkaar communiceren, was het Cambodja, daar moet je naartoe. That's the place to be. Je komt ermee weg, het kost niks. En in de afgelopen 10 jaar is er in Cambodja zo ontzettend veel veranderd. Er zijn hele politiekorpsen opgetuigd die strijden tegen mensenhandel. Die dit heel specifiek aanpakken. Het is op de radar bij de overheid. Als ik kijk naar wat IJGM de afgelopen 10 jaar daar gedaan heeft... is dat we meer dan 500 kinderen hebben kunnen bevrijden. Maar ook meer dan 200 daders hebben opgepakt en daadwerkelijk berecht. Ja. En heel belangrijk,
zo'n 500 agenten hebben getraind. Dus er is echt heel erg veel gebeurd. Ja, maar doordat het nu niet meer op straat gebeurt en het dus meer in het eigenlijk in het geniep, misschien in het criminele circuit terechtkomt, lijkt het me ook moeilijker om dan het probleem op te lossen. Ja, en tegelijkertijd, ja, dus dat klopt, zeg maar. Het openlijk is er vanaf. Dus mensen denken nu wel 6 keer na voordat ze het openlijk op straat doen. Dus daarin is iets veranderd. Maar soms wordt wel heel vaak gezegd, als het illegale circuit ingaat, dan heeft de politie er geen zicht meer op. Daar ben ik het niet mee eens. En dat zie je ook in de aanpak ervan. Kijk, als je als klant een meisje kan vinden, dan kan je dat als politie natuurlijk ook. Dus het klopt dat het dan van de straat af is en dat het dan het illegale circuit is. Maar dat is voor de politie, maakt dat niet zoveel uit. Als ze goed hun werk doen, dan kunnen ze dat gewoon oplossen. Ja. En wat je nu bijvoorbeeld ziet, mensen zullen zeggen van ja, maar het gebeurt dus nog steeds. Ja, het gebeurt dus nog steeds. Maar wat een hele positieve ontwikkeling is, dat dit bericht naar buiten gekomen is door een vice-gouverneur van een toeristische staat in Cambodja. Wat dus betekent dat de lokale autoriteit in dit geval zelf aan de bel trekt. En zegt, luister mensen, dit gebeurt in ons district. Ja. Dat wil ik helemaal niet. Ik ben dus hier verantwoordelijk voor. Ondanks de berichtgeving eigenlijk dat het nu heel slecht gaat. Want hoe ziet u dan de berichtgeving vanuit zo'n organisatie van Terre des Hommes? Die zegt, het probleem wordt alleen maar groter omdat er steeds meer toeristen naar Cambodja komen. Ziet u dat ook? Bent u daarmee eens? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En daar ben ik heel erg blij mee. En ik ben ontzettend blij mee dat ze er aandacht voor vragen. En laat me alsjeblieft, dat niemand mij verkeerd begrijpt, elk slachtoffer en elke dader die opgepakt wordt, is er 1 te veel. Absoluut. Dus dat die lokale overheid aan de bel trekt en dat Terre des Hommes dat oppakt en dat ze daar campagnes op gaan zetten. Amen. Alsjeblieft, pak het op en zorg dat het stopt. Ja, maar ondanks dat heeft IGM besloten om te stoppen met het werk in Cambodja, met deze industrie. Waarom hebben jullie dat besloten? Ja. Nou, dat komt ook een beetje wat ik net probeerde uit te leggen. IGM, wij werken met een systeemreformatiemodel wat uit 3 fases bestaat. En fase 1 is dat we ergens komen en dat we zeggen, even heel simpel gezegd, wat een enorme bende. Weet je wat? We gaan gewoon beginnen. We gaan zaken oppakken. In dit geval hebben we dat in Cambodja gedaan. We gaan meisjes bevrijden, we gaan daders oppakken, we gaan procedureren in de rechtbank. Dat is fase 1, casework. Mm-hmm. En tijdens casework gaan we wel goed kijken wat gebeurt hier eigenlijk precies. Dat we goed snappen wat er aan de hand is. Dan gaat het naar fase 2. En fase 2, dat heet systeem hervormen. Dan gaan we zeggen, oké, hoe kunnen we nou duurzaam de dingen die we ontdekt hebben in fase 1 doorvoeren in fase 2, zodat we een duurzame structurele oplossing hebben voor de toekomst. Dat betekent in Cambodja bijvoorbeeld dat we de overheid geholpen hebben om dat politiekorps op te zetten, die agenten getraind hebben. Ja, zodat ze het zelf kunnen gaan reguleren eigenlijk. Ja, ja. En dan ga je, dan heb je fase 3. En dat is dat we zeggen, het systeem functioneert voldoende om zelfstandig met het probleem verder te gaan. Dus dat is heel belangrijk. Dan zeggen wij niet in fase 3, het probleem is opgelost, het bestaat niet meer. Nee. Maar we zeggen, hey, in fase 2 hebben we geconcludeerd dat het systeem voldoende handvat heeft om er zelf mee aan de gang te gaan. Ja, en dan in de 3 steden in Cambodja waar wij gewerkt hebben, hebben we dat dus geconcludeerd. Dat we zeggen, de lokale overheid pakt hun verantwoordelijkheid, die vice-gouverneur is daar een voorbeeld van, voldoende. Zij gaan ermee aan de slag. Het probleem is nog niet opgelost, maar zij gaan ermee aan de slag. Wij gaan onze focus ergens anders op leggen. Ja, maar u zegt dus eigenlijk, u laat het nu aan de overheid en dat is uiteindelijk de methode om dat sekstoerisme in het land volledig terug te dringen. De overheid is verantwoordelijk voor wat er in hun land gebeurt. Nooit een NGO. Wij komen binnen, wij bemiddelen, wij roepen, we proberen van alles. Maar het doel is dat de lokale overheid zelf en dat zijn doen ze of dus, haar verantwoordelijkheid daar zijn ze mee pakt. Bezig in Cambodja. Ja, absoluut. Ja. Ja, dank absoluut. Voor uw komst naar de studio. Ruben Vlot van IGM. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. Morgen dan zijn we er weer met Uitgelicht. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot dan. Dag.